Goedemorgen allemaal! Ja, het is nog morgen. Het is nu 11:31. 24 april weer. Ja, 2018. Ja. De dagen die gaan ook zo snel ook weer. Ja. Straks weer naar school. Even naar de kinderen. Gezellig. Ja. Yep. Ik ga wat kijken of het een en het ander gaat lukken. Wat ik in mijn hoofd heb. En dan kom ik daar straks alweer op terug als ik weer terug ben. Dus ik zou zeggen, alvast heel veel kijkplezier gewenst. En tot straks. Nou, Roderick is nu net even weer weg. Want die moet uit zijn post lopen. Hij heeft even gevraagd of ik zijn andere wijk even wil doen. Dus dat doe ik ook even. Straks. Jip, ik heb eerst nog een bakje thee. Kijk, een bakje thee hier aan. Lekker. En op school ging het helemaal top. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Ik heb dus namelijk de kinderen gevraagd wat ze van mij wilden weten. Nou, over welke vraag heb ik allemaal gehad? Waarom ik een tongpiercing heb? Ja. Nou, ik heb verteld over mijn maagverkleining een beetje. Ik heb nog een nadenkwerk tot en met donderdag. Dus ik heb morgen de hele dag om na te denken. En wat voor lievelingsspel ik heb. Ja. Dus dat wordt nog leuk. Ja. Mag ik heel goed gaan nadenken. Welke spelletjes ik leuk vind. Dus ik heb tot en met een donderdag. Ja, spelletjes. Oké. Ik word oud. Ik word heel erg oud. Maar ja, welke spelletjes vind ik leuk? Ja. Ja, de kinderen die zijn goed hoor, om vragen te gaan stellen. Ja. Welke spelletjes je leuk vindt. Nou. Ik kan nog even op dit moment even niks verzinnen. Dus ik moet eventjes mijn moeder vragen. Mam, welke spelletjes vind ik leuk? Vond ik gisteren leuk. Ja. Zoveel spelletjes heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Nee. Ik vond het eigenlijk alleen maar leuk om eigenlijk boompjes te klimmen. Ja, bomen klimmen. Hutten bouwen. Ja, yeah, that's me. Ik ben wel een vrouw, maar over het algemeen gedraag ik me als een vent. Ja, oh, schandalig, toch? Ja. Zo, moet ik zo? Of moet ik zo? Nou ja, gewoon zo. Ja. Yeah. Nou, het is alweer inmiddels bijna 6:30. Het is nou 6:55. Dus wat jullie horen is dat. We zijn lekker aan het spelen. Die zijn nog niet moe, maar ik ben wel moe. Maar dat kan jullie wel denk ik een beetje zien aan mijn oogjes. Ja, Maar ja, maakt niet uit. Een beetje gapen. Gapen, gapen, gapen. Daar. Ja, ik heb mijn rare kop. Een beetje miscommunicatie. Ik dacht dus vandaag dat ik om 14:15, want dat staat in mijn agenda, en mijn begeleiding zou komen. En mijn invalster. Ja. Dus om 14:30, 15:45 nog niemand. Ik denk, nou, dan ga ik maar een beetje bellen, weet je. Nou, krijg ik eindelijk een appje van haar. Dat het dus morgen is. Dus woensdag, de 25e april. Dus ja, dus morgen om 10:00 heb ik weer bezoek. Dan wil ik even gezellig eventjes met haar eventjes en naar de vogelkelder. Misschien even wat lekkers voor de hondjes hier even halen. Eventjes een lekker eventjes, ja... Wat zeggen? Even dingen inslaan. Lekker voor hem. Is ook leuk. Niet optierig. Goed zo. Keurig. Dus lekker even watjes naar de vogelkelder. Dus ik zal soms eens even kijken of er wat in de aanbieding is en bij de vogelkelder. Ook gezellig. Dus ja, we gaan het maar weer bekijken. En wat we gaan eten weet ik niet. Maar ik heb geen zin in schnitzel. Gisteren had ik zin in Chinees. Toen was de Chinees dicht. En ik had ook een vlogcamera niet bij me. Die was ik vergeten. En vergeten en er geen zin in. Dus eens even kijken wat we dan gaan eten. Want ik had wel dingen uit de vriezer gehaald. Maar mijn vriezer die staat lekker hoog. Dus die waren nog niet ontdooid. Dus dat ga ik morgen dan wel eten. Want dan heb ik wat even iets meer tijd. Om aardappelen, groenten en vlees voor te bereiden. Maar wat ik vandaag ga eten, weet ik nog niet. Want Ro is ook nog maar net thuis. En die heeft denk ik nog geen zin in om te lopen naar de Chinees. Nee. Dus, en ik denk dat ik eerst eventjes zo een half uurtje gewoon eventjes op de bank of eventjes op bed ga liggen. Eventjes bijtanken. Ja. Dus dat ga ik eerst even doen en dan ga ik even kijken wat ik ga eten. Dus dat hou ik jullie sowieso nog op de hoogte. Bij de Chinees. En dit hebben we de Jumbo bij de Chinees. Ja. Ook niet bij de Hè? Ook bij de Hotfriet of bij de Apen? Nee, ook niet. Lekker, we zijn bij de. Bij de. Ja, hier ook. Kijk. Bij de Wenba geweest. Ja, lekker. Nou. Dat moeten we nog maar even bekijken, toch? Nou, of het lekker is. Dat is lekker. Ja, kroephoek. Ja, lekker. Bij de Wenba. 3 zakjes kroephoek gekregen. Kijk. Gratis voor niks. Gratis bij je zitten, wachten. Ja. Ben je ook zo boos op mij of ik op jou? Ja, voor mij. Wij zijn boos op elkaar. Nee hoor. We zijn gewoon lief voor elkaar. Toch? Dat hoop ik wel. Ja. Ja, daar zijn we alweer voorbij. Dat is mooi. Zo. Mam. Mooie kleuren, haren, dat is ook niet lelijk. Mooi kleurtje. Dat is echt een mooi kleurtje. Alle kleuren van de regenboog. Ja, dat ik had jij tegenavond. Ja? Want? Nee, dat is goed. Oh. Want? Ik heb een groep eerder, 6B. 6B, dat is mooi. En ik 7A. Ja. Het scheelt net 1 cijfer en 1 letter. Ja. Bijna wel. Bijna wel. Toch wel, hè? Maar activiteiten, ja. Spelletjes. Ja. Hoe het met jou? Hoe het met mij zit? Dan mag je thuis even verder vragen, want dan kan ik mijn vlogcamera. Ja. Dat werkt een beetje beter. Ik krijg een lamme arm, maar ik wil eigenlijk voor mij een beetje inhalen, want ik heb wel mooi haar. En voor mama. Een beetje leuk inhalen. Het is afgeplakt, ja. Dus ik heb het ook niet echt recht. Ja. Moeilijk. Oh. Oh, wat ben jij erg. Ja, hè, mensen. Hij is erg, hè? Hij is heel erg. Oh, wat ben jij erg? Ik zeg alleen maar dat de stoep een beetje scheef staat. Ja, altijd hier, toch? Dat is een beetje schuin afgelegd. Altijd erg, toch, Ro? Ja, heel erg. Oh, daar ben jij weer. Ja, daar. Ja, ik zie het. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja. Dat is heel fijn. Welkom terug. Ga je checken? Nee. Dat is mooi. Ja. Nou, dat scheelt inderdaad. Dat is ook grappig. Waar loop jij, Ro? Ik zie je niet. Oh, daar. Kom ik even naast je lopen. Toch wel. Dat is mooi. Ja, we gaan hier zo in. Tuurlijk gaan we zo hierin. Wat denk jij dan? Ja, alles kan, hè. Wat allemaal niet kan. Water kan, koffie kan, thee kan. Ja. Is het nou 30 of is het nou 3 kilometer? Dat is mooi. Ja, dat is waar. Nou, bijna thuis. We gaan zo meteen eten. En we laten zien wat we gaan eten. Ja. Zo, weer thuis aangekomen. Ja. Zal ik licht aan doen. Even iets meer licht. Vind ik leuk. Ga ik het even hier neerzetten. Gaat een beetje wiebelen. Maar kijk, maakt even niet uit. Kijk, hartstikke idee. Hartstikke mooi. Dan ga ik even draaien. Kijk. Hallo. Hartstikke plaats. Die gek is er ook weer. Zo, ja, prima. Of wil je een groter bord hebben? Dit is goed. Dit is goed, dit is mooi. Die is van mij. Mm. Die is ook van Ikke. Mm. En die is van jou. Nee? Oh. Die? Ja, en jij wou witte lijst. Witte lijst, toverlijst. En jij krijgt er een ei bij. Ja. Ja, ik wel. We zijn dus bij de Chinees geweest, wat jullie wel hebben kunnen zien. Ja, ik heb deze. Ik heb deze. En ik heb deze. Ja. En we gaan eerst even rauw uitpakken. Oeh, dat ziet er goed uit. Even proeven. Mmm. Ja? Mhm. Had je goed verdragen? Lekker? Ja. Mooi. Ja. Verrassend. Mooi. En wat heb jij allemaal? Genoeg. Voor een hai. Met saté. Heel veel hoor, heb ik. Van die lekkere balletjes. Oeh, goeie hoek. Ja! Mm. En de Bali Panga? Dit? Ja. En dan dus een keer wat anders. Mie. Ja, ik heb mie. Nee. Eet ik eigenlijk nooit. Maar het was eigenlijk nu wel een stukje voordeliger uit. Met alles wat ik heb. Oké. Okay. Ja. Ja. Doe je goed. Nou, wij gaan lekker eten. En dan... checken wij jullie straks wel. Later. Zo, het is een beetje donker. Ja. Zo. Ja. Nou, ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En laat een leuke reactie achter, want ik krijg hem ook weer terug. En deel deze YouTube kanaal en dan doe ik dat ook weer bij jou. Ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende keer weer. Doei! Mazzel!